Hallo mensen van Aronski en welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Vandaag zijn we weer met Jani. Inderdaad. En Jani is lekker vleesig aan het eten. Ja, inderdaad. Ja, ik heb 2 hartjes en een half. Lekker. Ik probeer mij... Ik ben zo aan het hopen op geen honger. Ah ja. Vandaag gaan we pharma, omdat voedseltekort. En wat hebben wij? 3 potatoes, 5 melon seeds en 14 honing seeds. Oh, daar kunnen we wel iets mee beginnen. Hadden we een carrot? Nee, zeker. En we hebben nog 9 bone meal. Ja, en ik heb nog 34 bones in. Oh, oké, dat komt wel in orde. En we zijn van plan om deze boom hier weg te gaan en dan deze boom een brugje te bouwen en daar een farm, dat we niet al te ver moeten voor een farm. Hoe breed moet de brug zijn? 1 of 2? Ja, 2 van de honden, ja, breedte twee. Van de boom. Ja. Allee, eigenlijk 4 dek, maar ja. Ik wil zo nog eentje. Ik ga hier een jump van het leven uitvoeren. Oeh. Ik weet echt niet wat je gedaan hebt. Fuck, kan er niet aan. Oh wat? Nog eentje lager. Kan niks plaatsen. Ja, kan nog eentje lager. Wacht, kan er. En dan gaan we weer naar boven, zodat zo'n hangbus. Ja. Kan je er nu onder? Yes. Maar niet eronder, fuck. Wacht. Oké. Okay. Oh my god. Heb je het eronder geplaatst? Ja, maar aangezien dat 2 verschillende slabs zijn, kan je het er niet tegen plaatsen. Ja, maar het is niet erg. Ik heb het kunnen gebruiken. Het is toch niet zo veilig, hè? Zo. Oei. Oké, okay, oh, wacht, ik heb nog 2 fancy hier. ik ga anders achter water aan gaan, dat ik al kan beginnen. Hey, we kunnen in de rivier springen. Allemaal. Nice. Yo, lekker veel slaps hier. Oh Door shit. Je dat weer een schoon nog krijgt. Witch. Deze ziet er niet meer uit. Nevermind, je is dood. Ik heb nog een half hartje. Eén ding moet misschien creeper. Mee. Oh nee. Mee. Ik wil je helpen met mijn pijl en boom, maar ik heb geen pijl. Ik ben hier gewoon aan het rennen voor mijn leven. Ik heb nu nog steeds geen water op de dag van vandaag. Waar is mijn bucket? Hier is mijn bucket. Snel. Maar er is een infinite waterpoltje. Zijn we nu alle 2 achter water geweest zonder dat iemand ervan wist? Waar is er een infinite waterpoltje? In ons huis, ik heb dat daar gewoon gemaakt en een paar slabs. Sinds wanneer? Sinds, ja, net voordat ik vertrok. Het ziet er lelijk uit, maar het is gewoon nu even voor die farm. Ja, oh ja, dat is niet erg. Dan is ik zou eigenlijk echt wel iets willen doen met die tak, als het kan. We gaan hem gewoon... ja. En daarom hebben we dus fences nodig. Ik heb 1 stap achteruit gezet. Ik ga anders... aan de ene kant is daar zo klein, hè. Ik ga dat anders eentje uitbreiden overal. Ja. Oké, dat vind ik. Anders is anders ga je de farm is berghoek. Ja. En gaat het ook op de farm lopen als de fences zijn geplaatst. Ja, wel, inderdaad. Nice. Dat is een redelijke farm, denk ik. Ik weet niet wat dat potatoes zijn en wat dat seeds zijn. Misschien moeten we zo de helft doen. Kunnen we eigenlijk wel ook nog met hier met fences werken, nee? Of met iets dat afbakening maakt? Ik weet niet wat hij wil. Dat is waar. Maar anders kunnen we ook verschillende verdiepingen maken, hè, op deze boom. Ja, dat is waar. 1 verdieping, allemaal dezelfde vorm, maar allemaal op een verschillend niveau. Dus dat niveau is potatoes en dan naar beneden of naar boven. Naar boven zal nog 1 niveau worden, heb ik zo. Kunnen we met zo'n traitrap werken hier? Zo van een 4 of zo te beginnen en dan zo'n krullen, zo'n halve trap. Dus iets van 90 graden, maar dan in een bol. Dan een verdieping lager op die tak. Dat zou nog nice. Dat kan inderdaad. Wat zo nice moest dit een perfecte cirkel zijn. Maar dat is het dus niet. Om die draaitrap te maken. Maar we'll figure it out, hé. Yes, dat is weer. Ik ga de 100 patatjes terugnemen. Ik heb er nog 10 over. Zie die zombie daar in die andere boom? Jawel, ik heb dat vooral niet daar straks gezegd. Maar maak ik je terug naar je recordings. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ik kon sprinten. Ik hoor je, en dan opeens... Het bleek heel anders uit te draaien. Ja, zo, dit was aan de video.
We zullen dit offscreen nog wat afwerken, want als we dit hier heel de tijd moeten blijven recorden, en uiteindelijk is het niet veel anders, behalve dat het meer ruimte neemt op mijn PC. Ja, inderdaad, als het enige verschil. Maar dan zie je de volgende aflevering... Goed, ik onderbreek je ook volledig. Maar dan zie je de volgende aflevering hoe dat het eruit ziet, en dan kunnen we daar misschien nog op verder werken, of we zien wel wat we de volgende aflevering doen. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Johnny's kanaal staat in de beschrijving. Yes. En dan zie ik graag een volgende keer weer. Doei. You.